En zij begonnen met ons project eigenlijk met het verbalen rond het woord moeten. We hebben daar rond gewerkt van ons toch het bewust maken wat moeten met zich meebrengt. Hoe dat wij het moetengebruik toch wel heel vaak horen, bewust en onbewust. Waarbij dat wij tot de constatatie kwamen dat er heel wat afdelingsregels waren die toch wel een moeten, het paternalistische eigenlijk, inhielden. En daar zijn toch wel heel wat regels rond veranderd. Zodanig ver dat er eigenlijk nog heel weinig regels zijn. Ja, mijn heel gezicht wassen? Ah, okay. Met sjeep of zonder sjeep? Met sjeep. We willen ook niet hypocriet zijn. Er zullen regels nodig zijn en sommige dingen moeten dan ook wel. Maar alles moet niet. Er kan ook heel veel anders. Vroeger op de afdeling, dan geloofde iedereen dat wij om 8:30 met alle patiënten dienden klaar te zijn om beneden in de living te kunnen ontbijten. Nu stemmen wij ons af op het tempo van de patiënt. Nu kan iedereen op zijn eigen tempo naar de living komen en daar zijn ontbijt krijgen. En dat is veel rustiger. Als u nu in de refter komt bijvoorbeeld, of in de eetzaal, is de sfeer hans anders als toen het moest om 8:30, 9:00 dat wij naar beneden kwamen. Zo hebben wij ook ondervonden dat bepaalde mensen minder agressief gedrag vertoonden, omdat zij op hun tempo konden wakker worden. Hoe minder afdelingsregels, hoe beter. Omdat ik er van overtuigd ben, hoe meer afdelingsregels, hoe meer discussies van verpleegkundigen onderling, maar ook naar patiënten toe discussies. Dus ik denk, als je weinig afdelingsregels hebt, dat mensen zich gaan vrijer voelen, dat je ook persoonsgerichter gaat werken, dat je casus per casus gaat bekijken. Naarmate ik mijn patiënt of de mens die voor mij staat beter leer kennen, dan stem ik mij af op de methode die hij aan heeft, die ik kan gebruiken. En ik denk dat de patiënt zich op dat moment meer mens voelt als patiënt. Dat hij in zijn waarden erkend wordt. Omdat ik daarop inga. Dat is voor mij zilverzachte zorg. En naf was, dat doe jij ook eigenlijk. En naf was, ja. Gelijk als dat jij wilt. En als ik niet, ja. Want meestal zeg je tegen ons, we gaan dat als u doen. Ja, ja. Dat doe je graag, Marcel. Ja, dat doe ik graag. Ja, ja. En voor gaan te slapen, wat zeggen we dan? Nou moet je gaan slapen, Marceline? Ja. Zeggen we dat als u? Nee. Ik zou zeggen zelf, ik ga slapen. Ja. Je hebt eigenlijk een soort een beetje van een symbiose. Omdat je elkaar aanvoelt en je treedt binnen met je patiënt op dat moment. En je mag voortdoen binnen het besef van dat is er op dat moment nodig. Ja, en dat geeft een aangenaam gevoel. Hans, de periode van ons project hebben wij toch vanuit de bottom-up visie gewerkt. Namelijk, wekelijks hielden wij met de afdeling vergadering. Een 30 minuten, maar ook niet langer. Alle teamleden, alle mensen die werkten op de afdeling, konden hun inbreng doen. Ondanks ons besluit dat wij veel regels binnen de afdelingen hebben veranderd of weggelaten, houden wij ons toch nog vast aan een bepaalde dagstructuur. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dagstructuur voor bepaalde personen op onze afdeling ook wel veiligheid biedt. Ze voelen min of meer aan op welk tijdstip van de dag wat gaat komen. Het feit dat we onze patiënten veel meer vrijheid geven binnen onze afdeling, zorgt er natuurlijk ook voor dat wij een fixatievrij beleid voeren. Wij proberen onze patiënten ten alle tijde niet te fixeren. En als er toch moeilijkheden zijn, dan gaan wij zoeken naar alternatieven in plaats van onmiddellijk over te gaan naar fixatie. Wat mij hierin het meeste ondersteunde, was het kaartje dat wij ooit kregen van een familie over haar familielid, waarbij de vrouw van de echtgenote die bij ons verbleef, zei van kijk, volgens mij worden de mensen goed behandeld, want ze mogen eigenlijk gaan en staan waar dat ze willen. Ze kunnen zomaar wandelen waar ze willen. Zelfs tot in een bureau kunnen ze vrij wandelen. Het is eigenlijk zo'n basishouding, een basisvisie geworden dat je niet alleen meedraagt op de afdeling, maar die je toch ook wel verder in je leven meedraagt. Ja.